Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van de Pokémon Black and White 2 Avatar Log met Sander van Gaming Hallo. SB. Hallo! Het is ik tijd. Ik ben Mr. Ketting. Nou, hij heeft weer wat verzonnen hoor. Mr. Ketting. Oh, ik heb zijn nek gebroken. What the fuck? Nice, of nek, rug. Oh ja, ik moet ook nog een scheikundige naam voor een samurai. Wat moet ik daar nou? Oeh, iets heel snels. Dan... Lightyear. Lichtjaar. Dat is geen... Dat is niet scheikundig. Het is wel meetafstand, maar... Geen SI-meetafstand, dus dat telt niet. Iets wat snel is. Heb je nu iets snels? Oh ja, tuurlijk. Tuurlijk hebben we wel wat snels. Wist je dat? Dit is het snelste element... Van de hele periodic table. Oh, die vind ik goed hoor. Die vind ik erg goed. Ooit een keer had ik dus zo'n mop gemaakt bij mijn scheikunde lerares. Mm-hmm. Wat is de snelste, gewoon uit het niets hè, was gewoon ineens de vraag. Wat is het snelste, snelste element van de periodiek systeem? Mm-hmm. En zij nadenken... Dus toen zei ik zo, kwik, en toen... Nou ja, ze vonden me heel flauw, maar het was wel grappig. Ik weet niet waarom hier ik eigenlijk, waarom ga ik hier terug... Oh, misschien een pokeballs te kopen. Nee, huh? Wacht, ik weet ook niet waarom ik hier naartoe ga. Nee, ik ook niet. Ik, ja. Om te healen? Ja, blijkbaar, maar die guy hielp me toch? Dus ja, ja. Dat sowieso niet echt hoeven. Ik vind hem wel goed hoor, die grabje. Ja? Nou, dat is mooi. Ja. Ah, zelfs ik snapte hem als een niet-scheikundige. Ja, dat is mooi. Nee, ik ben ook wel tevreden. Nee, ik zat eerst te denken aan het Higgs-deeltje. Omdat het Higgs-deeltje... is volgens mij ook heel snel, maar dat wist ik niet zeker, dus dan ja, dus dat durfde ik niet zeg maar zomaar te doen. Mm-hmm. Met de risk dat het niet snel is. Het is een belangrijk deeltje, volgens mij omdat hij sneller was dan het licht of zo, maar dat weet ik niet zeker of dat niet iets anders was. Oké. Okay. Dus ik moet ooit gewoon een keer naar CERN toe gaan en dan weet ik het wel. Ben je in één keer geweest? Dan moet ik het wel weten. Nee, daar zit die universiteit die instelling. Volgens mij was het een universiteit uit mijn hoofd. Die dat, zeg maar, ja. En waar was dat? Als eerst. In CERN. Volgens mij Zwitserland. Oh, is dat waar Rick ook is geweest? Met school. Oh, dat kan best. Volgens mij heeft hij daar wel eens over verteld. Oh ja, dat zal dan... Waarschijnlijk is dat CERN. Als er iets, een natuurkundige of een scheikundige iets met school gaat doen, mm-hmm. dan is het vaak CERN. Mm. Ja, dat is dus dat Higgs-deeltje. Mm-hmm. En aangezien het een beetje de kwantumfysica is, dus de mix tussen natuurkunde en scheikunde, is dat voor beide wel heel interessant. Oké. Gus is trouwens wel step. Zei je niet vorige aflevering van niet? Maar een Lugia die Gus doet. Jawel. Alleen ik vertelde dat hij in Gen 1 normal aanval is. Ja, nee, dat klopt. Daar zei ik niet de vorige aflevering overigens hoor. Ik had wel, we hadden het toen over die Stunfisk. Dat Bounce niet step is. Oh ja. Was dat in de aflevering? Nee, dat was voor de aflevering. Nou, voor de mensen eventjes wat context. Ik heb redelijk recent... een video geedit waarin ik 3 Pokémon verloren ben. Eentje was gewoon mijn eigen domme fout. Geef ik eerlijk toe. En 2 in een dubbel battle gym battle. Een dubbel gym battle. Dat klinkt sowieso heel raar. Een gym battle wat ook een dubbel battle was. En daar moest ik tegen een Vanillite en een Stunfisk. En die Stunfisk kon bounce. En die killde zowel mijn Meowstic als mijn Terminator. In één
kill. In één hit, zeg maar. En ja, daar hadden we het over. Dat was niet heel eerlijk. Nee, nou ja, dat vond ik dus zelf ook. Maar je kon nu ergens een kant op naar zo'n plaatje dat je zo'n pokebal buiten hebt, zeg maar. Maar ik weet niet hoe. Oh ja, naar beneden. En naar beneden en naar links. En verder naar links, daar omhoog. Ah. Ja, ik zie het. Masterball. Dankjewel Milan voor je... Oh ja, dankjewel trouwens. Daar vond ik toch mijn masterball. Was dat daar of was het ergens anders? Oh, dat kan best, weet ik het. Electrode. Oeh, die is wel eng. Met zijn Sonic Boom. En zijn Explosion. Zo'n Sonic Kaboom. Sonic Kabooming. Zeker. Heb je dit nieuwe Geocache video van Simons kanaal al gezien? Gedeeltelijk. Ja. Ik zag dat jij hem had geëdit, want er was een panda die alles van het... Ja, die is zo mooi. Yo, Shift 3, die mag ik ook vangen. Ik ook. Oh ja, want dat is ook dark. Ja, hij is ook best Stollen donker. Mag jij ook vangen dan. Wie? Stollen. Weavile. Oh ja, dat klopt. Frick! Nee, maakt niet zo heel veel uit. Maar dat betekent dus wel dat hij Whirlwind heeft. Dat is echt vet kut met vangen. Oh, ik had wel graag een Geodude gewild van Corviknight, maar die mag ik gewoon niet. Nope. Het is leuk dat ik hem wil, maar ik heb er niks aan. Kan je best willen, hè? Ik wil best wel een Dialga gaan, maar die mag ik wel. Never mind. Een Mewtwo? Oh, nee, wat dom. Wat doming. Sander, wat ben je doming? Ik dacht super effective, maar ik was even vergeten dat hij ook rock was, zeg maar. Het scheelt me nog dat het geen one-hit KO'tje was, joh. Een one-hit KO'tje. En dit was een super effective, hè? Kun je nagaan, een stunfisk? Yup. Die is wel gewoon. Ja, ik vind het nog steeds apart. Amber, nooit meer vergeet ik je naam. Dat snap ik. Ik zou Amber ook nooit vergeten. Oh! Gliscor, maar die mag je ook niet, toch? Nee. Nee. Okay, Gliscor is ground flying? Nee. Ja. Wel? Oh, ja. Rare typing. Of is hij dark? Misschien? Gligar is sowieso ground flying. Misschien dat. Dan zou Gligar ook ground flying zijn. Waarom niet dark eigenlijk? Ja, maar waarom is Gyarados flying en niet. Ja, oké. Okay. Of dark? Typings zijn sowieso niet altijd logisch. Logisch, ing. Fury Cutter. Dat is ook op beide super effective. Nee, niet echt. Ik had verwacht dat het veel meer... Fury Cutter is normal, toch? Echt? Volgens mij wel. Oh. Oh, dat wist ik niet. Oké. Okay. Gliscor mag wel even doodgaan. Yes, en dat doet hij ook. Dat doen ze gewoon voor jou, hoor. Ja, dat is wel lief. Ik vind het leuke guys. Razor Shell. Die is fucking goed. Ja, dat is zijn signature move, hè? Ja, die is fucking goed. Ik heb altijd een hekel gehad aan de hele Oshawott line. Want ik vind hem gewoon niet leuk. Mm-hmm. Maar, oeh, dat deed veel. Ah, shit. Wacht, wat ik wel kan doen is gewoon healen met zo'n fresh water. Dan is er op zich nog niks aan de hand. Moet ik de volgende keer als hij Razor Leaf doet wel even oppassen. Wauw, Pinsir, je verneukt het weer. Wat? Wat is dit voor bullshit? Oh, dat weet ik niet. Misschien kan je met Phyrexian een Pokéball gooien. Oh, daar ben je. Oh nee, je moet het als first Pokémon doen. Ja, dat klopt. Oh, en daarna kan ik wel gewoon meteen healen, neem ik aan. Nee, dan is hij aan de beurt.
Maar ik heb met Virizion nog niks gedaan. Dat maakt niet uit. Oké, doe ik toch Whirlwind. Oh, dat is echt vervelend. Vervelend, hè? Sandaal, kabum. Ja, maar dit is toch oneerlijk. Normaal heb je toch ook gewoon twee beurten. Ja, bij nieuwe games wel, ja. Tussen Pokéball gooit. Ja, dan moet ik healen. Maar dan moet ik hem dus ook aanvallen. Dat is zo kut. Nee, hier, want healen kan dus wel. Dat is het domme. Ja. Doe op watersport dan. En ik vind dit wel een beetje bullshit. Kan gebeuren. Wie avoid it? Oh, wacht. Dit was... Hé, hey, zo'n Pokémon ken ik, die ik op mijn scherm heb. Ja? Hé, hé, hé! Soul Link, what the frick? What? Game Boy Luke. Dit werkt. Hier, ik, elke keer als ik zeg, ik of jij zegt dit werkt, dan zit hij gewoon. Ik heb zo'n snel aanvaltje geleerd. Swift? Nee, Quick Attack. Oh, nee, Quick Attack. Ik ben wel benieuwd wat zijn naam wordt. Nee. Was dat überhaupt? Nee. Oké, dan noem ik... Vincent. Oh nee. Nee, het moet wel iets in zijn. Zonder hoofdletter? Wajoi. Nee, dat werkt ook niet. Amber en... Oh, dit wordt heel kut. Oh, en ik... heb ook nog eens draught, dus dan wordt die Amber's aanval ook beter. Wow, waarom dit het zo... Ja, of ik moet iets biologisch doen. Ja. Oh. Een potnatje. Nee. Ik weet niet of dat als scheikundig telt, maar... Oh ja, geeft, dat is het stofje dat pigment geeft. Ja, dat vind ik wel tellen. Dat vind ik wel tellen. En anders is het biologie, boeien. Dat is toch biologisch? Maar zonder hoofdletters, Sander? Je hebt gelijk. Dank je. Die Odino is een baas. Holy shit. Dat is niet een zin die ik verwacht had uit te spreken, maar... Wie is een baas? Sorry. Die Odino die met me mee vecht. Oh. Die heeft fucking veel damage. Chlorophyll, dat is blijkbaar de stof die... Chlorophyll. Ja. Weet je dat chlorophyll ook een ability is? Ja. Wist je dat er een Pokémon ability is die helemaal niet gebruikt wordt? Vast wel. Ik zou ook niet verbazen dat er meerdere zouden zijn. Soundproof. Nee, niet soundproof. Deze nummel is veel te goed. What the fuck gebeurt hier? Nee, het is Cacophony. Dat heeft hetzelfde effect als soundproof. Alleen niemand heeft hem. Okay. Het rare is dus, maar misschien komt dat door de randomizer. Maar ik heb dus het gevoel alsof ik die wel een keer gezien heb in een Pokémon game. Maar ik denk omdat ik vaak randomizer speel, oh, dat die wel geprogrammeerd zit. Uh-oh. Magnitude, wat dom. Dat doet niks. Ik ben veel te bang. Oh, dat kan niet runnen. Die nummel kan Earth Power, geloof ik, dat hij doet. En die doet nogal veel damage. Ik zit nu in het zwarte op de gasje. Nummel. Misschien kom moet op. Ik even in het... Lekker, Ivysaur! Zo, super nice! Het gaat echt... Jij mag helemaal geen Ivysaur. Nee, maar... Oh, oké. Okay. Ja, nee, ik weet het. Het ik werd is al even boos. Nee, niet boos worden.
Dat doe je vaak genoeg. Ik word nooit boos. Alleen als ik Mario speel, word ik boos. Ik zei een keer kutspel bij die nieuwe Mario serie die ik doe. En toen dacht Nando meteen dat ik het spel echt kut vond. En toen zei hij van ja, maar je bent pas bij wereld 3. En ik zei van ja, ik weet ook wel dat er meer werelden zijn en dat het echt wel moeilijker wordt. Maar ik dacht van, ik vind het toch wel een kutspel. Nou, goed gelijk. Nou, dankjewel Sander. Die steun had ik even nodig. Nou, daarom geef ik hem. Ik steun mijn vrienden in moeilijke tijden. Dankjewel. Jewel is lekker bezig, ging. Ik had nu een gemene grap kunnen maken om het te counteren, maar ik vind het helemaal niet belangrijk, joh. Oh jee, een boze Sage. Niet boos. Is dat Tim Hofman? Die Sage. Nee, want Tim Hofman is niet degene die boos is, meestal. Ah ja. Dat is waar. Volgens mij zit hier ook niet heel veel anders dan die Shift 3 dat ik nu zo 1, 2, 3 kan vangen. Dan heb je hier maar twee echte guys. Twee echte routes, zeg maar. Nee, hier links en dan naar boven ook nog. In een grotto. Ah, oké. Okay. Voor de mensen die mijn camera zien, ik schrok me inderdaad echt eventjes kapot. Ik hoorde ineens iets kraken. Kapaar. En mijn deur bewoog. Maar dat was gewoon een kat. Nee. Ja, wow. Hier naar links? Daarboven. Daar heb je nog een tunnel. Oh, zo. Kan je nieuwe Pokémon vangen. En jij wou nieuwe Pokémon. Ik wil wel nieuwe Pokémon heen. Nee, kat, niet op m'n... Werkt alles nog? Ja. Ja, nu moet je ook even hoi komen zeggen. Nou, je zag hem waarschijnlijk wel lopen, maar... Hij komt niet met zijn kop in beeld. Met zijn kaap. The Relic Passage. Oh, nee! Nee? Onbewegende... Bewegende grass patch. Oeh, een Whimsicoring. Die mag ik vangen. Die mag jij. Ik niet. Ik heb geen fairy type, dus dat mag niet. Wajo, die Whimsicott heeft download? Wajoing. Oh, hij is niet eens fighting. Ik dacht dat hij fighting was. Ook. Shit. Wie fighting was? Deze, Samurott. Is hij geen fighting? Nee, het staat pure water. Huh? Ik dacht pure ook power trouwens, holy damn. Boy, yo. Dat is wel ziek. Maar, ja, dan heb ik echt niks tegen deze guy. Ik wilde al niet tegen hem vechten, ik weet nu waarom. Ja. Oh ja, ik wou net zeggen, Virizion heeft toch wel een fight aanval, maar... Ja, vind ik toch niet helemaal aan. Dat durf ik toch niet helemaal aan. Snap ik. Nou, Watergum, maar dat is ook Cloistering. Nog effectief. Doet hij mist? Er zit een kat voor mijn beeld, dus ik kan het niet lezen, jongens. Wat ik ook nog een keer wil doen... Oh nee, niet Uproar. Wat wil jij een keer doen? Een Pokémon game in een onbekende taal. Oh, dat volgens mij heb ik het hier gisteren nog met je over gehad, trouwens. Nee, niet gisteren. In een van de vorige afleveringen. Vorige sessie. Was jij dan al weg? Want ik weet zeker dat ik het gisteren gezegd had. Oh ja, dan was ik al weg. Want gisteren heb ik het niet gezegd. Tenminste, niet waar ik bij was. Oké. Okay. Misschien tegen Perry. Ja, dat zal dan wel. Wordt Uproar nou ook steeds beter of dat niet? Nee. Nevermind, is niet meer nodig. Het pro wordt niet beter als het goed is. Nou, dat scheelt. Toch of wel? Nee, nee, nee. Alleen Rollout en Iceball worden beter. Oké. Okay. Trubbish, die kan ik sowieso wel killen. Dat is niet moeilijk. Hier, kijk hè. Kijk goed. Ik kijk goed. Hij killt jou. Wacht even, nog niet kijken. Nog niet kijken.
Hij slapt jou dubbel. Zo'n tik te kunnen zijn. Nee, triple, jongen. Quadruple. Oh, ik heb er één ook nog niet eens meegeteld. Ik ben nu toch... Ik ga eerlijk met je zijn. Ik ben toch banger dan verwacht. Ja. Met z'n 5 keer hitten. Hé, hey, een Taurus. Die zou ik mogen vangen op zich. Maar die ga ik niet vangen. Nee, die zou ik ook niet meteen vangen. Ja, de kijk, weet je, gaat dus een... de jij hebt al een normal type, toch? Er gaat al gaan al geruchten in de rond dat er een nieuwe Taurus ding komt in de nieuwe gen. Nieuwe Taurus vorm. Nee. Het zijn geruchten. Oké. Okay. Ja, nee, geruchten zijn geruchten, dat mag. Dynamo. Dynamo? Die zou ik zo graag willen. Maar ik ben hem nog niet wel tegengekomen. Oh, stel je voor. Oh, wacht, normaal heeft hij ook leviteit, hè? Eigenlijk heeft hij normaal al de OP ability. Ja. Eigenlijk wel. Chimeco, is dat... Ja, dat is... Chimeco is niet bug, toch? Nee. Nee. Dat is gewoon psychic pure... flying, toch? Nee, volgens mij pure psychic. Oh. Het is in ieder geval super effective. Ja, dat wist ik ook wel, want psychic weet ik zeker. Flying zat ik over na te denken. Hoezo kan ik niet rennen van een kut groene aap? Endeavor. Oh, is dat zo'n kut beest? Van Gen 5? Ja. Mag ik even kotsen alsjeblieft? Ja hoor, ga je. Ik ben zo terug. Oké, okay. Tot zo. Nee, ik blijf het even. Ik houd het wel. Nee, je zou kotsen. Oeh, dat is een chick vol met Thor. Ik weet niet, Endeavor zou ik het moeten doen. Als ik op heel laag HP heb, kan ik het doen. Maar ja, ik zie niet zo het nut ervan in. Ik gebruik Endeavor nooit. Nee. Misschien moet ik toch maar eventjes... Nou. Dat ging niet soepel. Maar ik wou zeggen naar de healing mastering. Oftewel, Nurse Joy. Nooit meer vergeet ik je na. Nee, dat is niet eens hoe het liedje gaat. Werkt. Er is wel zo'n liedje over Nurse Joy, alleen ik weet niet meer hoe die gaat. Jenny, oh Jenny. Oh ja, dat is over Jenny. Dat is helemaal niet over... Oh Joy, wil jouw enige vriendje zijn. Maar er zijn twee perfecte meiden voor mij. Ja. Yeah. Dat is ziek. Heel ziek. Maar ik heb nu wel ook weer een quest gedaan. Dus waarschijnlijk ook wat geld in. En als je ergens van houdt, is het geld in. Je bent zo'n Dagobert Ducking. Of ja. Zo meneer Krabs. Nee, want meneer Krabs verliest zijn geld dan altijd wel in die end. Nee. Dagobert niet. Dat klopt. En ik geef niks uit. Want dat vind ik eng. Dus ik ben eerder dan Dagobert. Ik vind het ook echt slim dat Dagobert gewoon voor 5 kopjes thee gewoon 1 theezakje gebruikt. Dat is zo geniaal. Dat ga ik later ook doen. Booming. Oh, je wilt 2 thee? Oh, ik heb hier nog eentje. Deze nog maar 4 keer gebruikt. Die kan nog wel, kan nog wel. Wow, yo, HM3 Surf? Zou iemand die kunnen leren? Oh, een crit. Oké. Okay. Wordt die gewoon genegeerd? Ja, HM04 Surf. Kan nee, iemand 3. Die leren? Ik denk het... ik weet niet welke Pokémon je hebt, maar ik denk het niet. Ja, Sorua. Oh, ik denk dat Sorua hem kan leren trouwens. Oh, jij fuck bitch. Nee, ik lul ook maar wat. Jij bent zo'n lulling. Nou, hey. Nou. How dare you, man. Nee, heel makkelijk, één. Oh, oké. Okay. Kan ik ook wel surfen? Ja. Welke geheime Pokémon komt hier die ik mag vangen? Doe Rayquaza, ik heb een Master Ball. Dan zou ik ook wel Rayquaza willen. Dat maar... is geen Rayquaza. Krabby, die mag ik vangen. Wow, level 30?
Wacht, als de wild Pokémon daar level 30 zijn, dan moet je echt trainen. Ja. Vrees ik. Terwijl dat met de dingen wel mee, het wel mee viel met de... Met de trainer? Met de trainer. Oh. Ik kan meteen weer... Hey, een Drowsy. Meneer Sonnenblooming. Derde wet is alleen een beetje vervelend met inzetten. Omdat die dus ook van die Wii-files zitten. Jij zit nog steeds in die sewers? Ja, ik wil nog kijken of hier nog wat is. Behalve die ene guy, die Chimeco. Dit is een sewer arc, die duurt gewoon eventjes, oké? Okay? Dat weet je toch? Chimeco. Hey, die ken ik. Ja, die heb ik ook eerder gezien. God reading. Gaat hij dit zien? Kan ook gewoon teruglopen. Hoe een Pokémon, wat dit zal het zijn? Ik denk het jouw mecha. Hey, een Oddie. Nou, dit lijkt meer op een Rollerpeed, maar ik vind het wel leuk dat je het probeert. In ieder fijn geval. Dat je ook een keer naar mijn scherm kijkt, Sander. Yo, je hebt een Oddish, wat vet. Hoe predict je dat, joh? What the freak? Hoe doe je dat? De prediction, what the fuck? Vermoeiend. Hij zat wel in de buurt, want het was wel een poison type met... Vermoeiend ding. Je weet dat ik gewoon aan het kutten was, hè? Ja, dat weet ik. Wow, ja, nee, lijkt okay. Een Murkrow flavor. Kalm is iedereen leuk, die maar hij is beter. Yo, ik heb hem. Dit is wel ziek. Dan moet ik wel een Pokémon eruit gaan doen. Ik denk aan Sharpedo. Alhoewel, die heeft de Dark typing. Misschien... Maar dat heeft Weavile ook, hè? Oh ja. Ja, maar Samurott heb ik ook niks aan. Dan doe je Samurott eruit, want je hebt een Grokkana. Wacht. Is Mirus zuur 2 of 1? Volgens mij is het 2. Nee, Azijnzuur is 2. Dus dan is het C... C2... Oh. Je hebt de 2 niet, hè? Nee, dat is Azijnzuur. Oké. Is dit Mirzuur? Wacht, dat kan ik beter gewoon opzoeken. Mirzuur. Ja. Ja, zie je wel. Ik wist het wel. Je bent zo'n... Ik kan hem ook gewoon Mirzuur zelf kunnen noemen, maar dat is niet leuk. Ah, had wel gekund. Ik vind die Inspector Guy eng. Dus daar ga ik even omheen. Inspector Gadget ding? Hij heeft geen gadget, maar wel zo'n ding om zijn nek, zeg maar. Zo'n ding met dat ijzer en die dan op je buik en dat dan... Ah, koud. En dat je dan in en uit moet ademen. Wil jou een Electros? Mag ik die? Nee. Nee, die mag ik wel. Het is een electric type, dus waarom zou ik die mogen? Is hij ook ground? Loser boy. Hij is niet ground. Waarom... Een X-special op een spoink? Doe even normaal. Ik word hier straks gewoon doodgepsychicked. Oh, never mind. Het was natuurlijk maar een bullshit Pokémon. Oeh, een Cacnea, die mag jij. Yo, James zou trots op me zijn. Ja, moet ik die vangen? Het is wel een solo grass type. Aan de andere kant, als ik Verissing verlies... Hij wordt grass dark, hè? Ja, oké, dat is waar. Als het een Cacturn wordt... Wel een leuke Pokémon die ik nog nooit gebruikt heb voor mijn gevoel. Voor je gevoel? Dus je hebt hem wel een keer gebruikt, maar zo voelde het niet. Zou kunnen dat ik hem ooit gebruikte. Niet lollig doen, hè? Nee, ik was gewoon heel benieuwd hoe dat werkte. Oké, zullen we de aflevering beëindigen? Mag ik nog één quick attackje ondernemen? Ja, dat mag. Ik dacht even, die gaat dood. Dit is wist je dat Gardenia ook een Cacnea heeft? Dat wist ik, ja. Dat is James Cacnea namelijk, voor kijkers die onwetend zijn. Wat ik waarschijnlijk niet gebeurt, want de enige kijker is Jordi. Yo! Seeking! Nee, Cacnea. Oh, mag ik deze karakter sap noemen? Ja hoor.
Ik weet dat het niet echt een scheikundig ding is. Oh ja, nee, wacht. Wat is het scheikundige term voor cactussap? Weet ik het. Ik denk gewoon water. H2O cactus. Cactus H2O. Ik wil deze aflevering beëindigen. Ja, nee. Hier, kom ik. Is... Het is melk. H2 koe. Ja, ik noem wel gewoon cactussap. Ik weet echt niks anders. Het prima, is heel ja. lastig met ja, met een cactus, want het is... Ik snap het, ik vind het allemaal prima. Sowieso heel veel kijken. Planten. Van deze aflevering. Vind je het nou een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. En Sander, jij bent de volgende keer er ook weer bij. Ja, zeker. Bedankt voor het kijken. Adios, amigos. Joejoe.